Wij gaan ons seksleven kopiëren naar FIFA. We gaan het namelijk binnen 1 minuut proberen te doen. Een draft maken. Heb je wel eens binnen 1 minuut seks gehad? Ik heb deze informatie over mijn problemen in vertrouwen verteld. En nu ga je het hier zomaar op het internet zeggen. Wij gaan per persoon 3 drafts maken, dus we doen eigenlijk 3 rondes. En je moet binnen 1 minuut alles gekozen hebben. En als het niet gelukt is, moet je met driehoekje moet je het vullen. En degene die dan uiteindelijk na 3 rondes verliest, die springt zwembad in. Oké. Thuis. Ja, thuis. We zijn nu op Capture Event. In Almere Haven. Bedankt trouwens IE dat we hier mogen opnemen. Ja, shout-out naar het Game Changers event, Game Changers programma. Die ervoor zorgt dat wij hier mogen opnemen. En Blauwdem zou ook top zijn. Je kan ook abonneren. En de verliezer gaat nu gemberthee halen, oké? Oh, zal ik een gemberthee halen? Ja. Hey, lekker. Hey, en ik heb voor jou ook een overheerlijke Ballisto. Ballisto, ballistic knife. Oké. Mag ik de timer doen? Jij mag de timer doen. We mogen dus binnen 1 minuut zoveel mogelijk keuzes zelf maken. Dan moeten we het opvullen met Y. Dan worden automatisch gevuld. En daarna mogen we nog gaan sorteren en proberen zo hoog mogelijke draft te maken. 3 rondes, 2 van de 3 wint. Ja? 2, 1, klik. Yes, oké. Kom op. Timer gaat nu in. Sergio Ramos, dat is goed. Dan gaan we kloten. Angelo. Jacobs. Umtiti, ook goed. Doe een skipje ook weer dat door. Oh, met een kruisje gewoon. Oblak, ook goed. Nah. Arthur, ook goed. Onyuga. Toni Kroos. Die pijltjes gaan vervelend. Pedro Leon, die is Spaans. Wordt 1 league. Nah. Messi. Oh, wat worden we nat. Het is Benzema, een walkout. We hebben niks te doen. Wat is Oké. Rashica. Theo. We zitten over de helft. Hoezo een minuut? Kan helemaal niet. Oh kut, ik had er Stegen moeten pakken. Antunes. 15 seconden. Je hebt er maar een kwart over. Fuck. Green time. Was dat in die Heerenveen spelen? Isco, die was hoger. Neymar. Neem Icardi. Bill. 3, 2. Hazard stond 1. Er. Doei. Javi. En dit. En aanvullen. Complete squad. Ik heb zo... Je hebt koken. Hij heeft echt goed gegeven. Je hebt 186, net als ik dat ooit ga halen. Ja, maar ik had ook nog Hazard kunnen pakken. Dat had ik niet. Hazard, hoe doet hij het zo? Kan het omhoog, 186. Kan het 187 worden? Haal die Burke weg. Oeh. Haal Burke van de bank. Oh, die Burke, die hebben we ook nog. En Dawson. Ja, maar ik heb niet zulke hele hoge... 186, sowieso win je deze. Ik ben nu ook helemaal goed. Ja! Oké, deze heb ik verloren. Yep! Gelukkig heb ik een eigen Je moet zwembad. Skippen met A elke keer als je... Kruisje, ja. Oké. Is dit je final? Is dit een? Ja, ik denk ik ga hem niet hoger kunnen krijgen dan dit. Je manager mag je wel rustig kiezen. Ja, maar dat maakt nu niet meer uit. Nee, maar misschien voor mij wel. Okay. Goed gedaan. 187 voor de eerste. Dat is fucking goed. Ja. Ik heb gisteren 5 drafts gedaan, toen had ik dat niet eens. Toen deed ik het rustig. De 1 minuut draft. Ga op yes staan. 3, 2, Ik ben heel slecht 1. In, hè? Ja. Ik kan niet zo snel keuzes maken. Ja, oh, Messi. Lekker. Dit is heel goed. Dit had ik ook. Dit is kut met dat selecteren. Spannend, hè? Oh, nee. Ik kan al die leaks niet. Heb geen tijd te checken. What the fuck is dit dan? Maar ik kan dat niet kiezen. Ik kan helemaal niet kiezen. Ja, fuck Koulibaly. Dit gaat helemaal niks worden. Dit kan ik toch nooit. Ik moet Messi linken. Okay. Ik moet Messi linken. Oh, koken. Koken is goed. Die link goed. Goede keuze gemaakt. Jezus, ik ken deze gast helemaal niet. Klavan. Fuck mijn lijf. Dit is echt. Waarom heb jij zoveel geluk met al die dingen? Wat slaat het op? Ik moet even kijken wie erbij zit, joh. 30 seconden, je zit op de helft. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ik moet even zoveel mogelijk Liga. Ik moet sowieso het zwembad in. Weet ik veel, kan mij het schelen. Gomez kan mij helemaal niet schelen. Roberto, kut. Ik heb geen idee. Fuck dit. Ja, maar dit is echt... Hey, nog 15 seconden. Ja, maar wat is dit ook? Medel Interlegend. Neem hem erbij. Die nemen we erbij. Is goed. Ik heb geen idee. Ter Stegen, heel belangrijk. Is helemaal niet belangrijk. Fuck my life. Oblaki. Sterling, voor de rating. Het is klaar. Je mag deze nog kiezen. Mag ik deze nog kiezen? Ja, je had hem al open. En de laatste is Quaresma. En dan gaat ik heb zo'n idee dat ik verloren heb. Dit is misschien niet een 187. Ik vraag me af of je de teamgeest gaat halen. Nee, ik vraag het me niet af. Ik weet het zeker van niet. Maar, wie niet waagt. Je hebt Aduriz nog, toch? Oh ja, daar heb ik Aduriz voor. En dan heb ik deze. Maar ik ga het niet opgeven. Ik zou het wel opgeven. Nee. Oh, je kan Bill op rechts zetten en dan koken op het middenveld. Dat wilde ik eigenlijk al doen. En dan Ter Stegen op gewoon... Dat wilde ik niet doen.
Dat werkt iets anders ofzo. Hij lokt die vakjes iets anders ja, in het spel. Ja, die volgorde is anders. Ja. Als je die omdraait, heeft Messi meer teamgeest, denk ik. Omdat hij een link heeft met... Ja, eens even de bank fixen. Want ik ga natuurlijk nog op 87 ja, komen. Ja, uiteraard. Wie niet waagt, wie niet wint, hè. Hé? Kijk, wat? Hoe is het ook 87? Oké, als je geen La Liga manager hebt... Dan ben ik wel de aap gelogeerd. Waarom heb ik geen chemistry? Oh ja, te steken. Nou, dan gaan we de manager kiezen. Oké. Okay. Iedereen staat al op 10, dus dat haal je sowieso niet. Dit is La Liga. Laat nog even kijken nog. Waarom heb ik ook Ragnar Klavan? Die linkt ook met niemand in de hele fucking wereld. Koulibaly. Oké, ik geef op. Je hebt gewonnen. Yes. 1-0. 3, 2, 1. Tjak. Hoppakee. Messi. Maar als je niet Messi hebt, dan heb je echt een slechte draf. Je hebt letterlijk altijd Rashford. Messi. Had Mbokani gekozen. Ik had iemand geskipt die ik had. Renato Augusto. Die was vorig jaar 85 op FUT World Cup. Nu non-rare. Trippier. Ik zal opschieten, want we zitten inmiddels op 1/3 op 40 seconden. Waarom kies ik nou niet Umtiti? Diakabi, goed zo. Ik help je even. Ter Stegen, die was ook veel beter. Gaat goed. Alex Telles, Ndombele. Loopt hier elke keer iemand rond met een Ndombele shirt gisteren? Dat was trouwens... Nee, was niet Zweebeek trouwens. Het gaat niet goed trouwens, het scheelt. We zitten inmiddels op 2/3. Wat? 20 seconden heb je nog over. Nee, dat meen je niet. Ja. Inmiddels zitten we op 3/4. Je hebt nog maar 15 seconden over. Mitje van AZ, die wordt gewoon gerustig gekozen. Je hebt niet lang genoeg tijd te checken of die daadwerkelijk uit de competitie komt. Je hebt nog 5 seconden. 4, 3, 2... 1. En je grijpt op die valrend nog wel even die Busquets en die Mbappé mee, wat vrij... Maar hij gaat nu pas die wekker. Mag ik deze ook deze kiezen? Deze mag je nog kiezen, ja. Ja, ik kan ook al die rating en dan de laatste twee, kom op. Ik zweer, je moet... Dat ga ik zo doen, je moet die hebben, want die zijn fucking goed. Die laatste drie? Ja, ik kan beter dit als laatste doen pas. Maar dan weet je in principe nog niet wat je moet kiezen om je team weer te vullen, dat is ook nee. Oké, die mag nu nog gaan toveren natuurlijk. Ja, ik denk dat je wel weer 186 haalt, hoor. Nee joh, ik krijg hier echt geen volledige teamgeest uit. Ja, ik had het net bijna. Ik had echt een slechte situatie. Maar de rating is echt kut. Ja, die is laag. Oh, 86. Dat is niet heel laag. Nee, dat is niet heel laag. Maar 184 is... La Liga. Ja, 186. Ja, 186. Uiteindelijk, ja. Uiteindelijk kom ik hoef ook niet meer te toveren. Ik ga toch niet hoger krijgen dan dit. Ik ga toch niet hoger krijgen. Ik kan goed toveren, dus ik zou het zelf wel gedaan hebben. Jij bent toch wel een hocus pocus tovenaar. Ik ga dan weer 100. Dit is 186, hè? Ja, maar hoe gaat het zo snel? Hoezo is dit 186? Dan ja, begin... nieuwe verdragregels. Nieuwe wetten. 3, 2, 1. Wat een goed idee, Gerard. Geen Messi. Moet de Messi. Oh, Ronaldo, die heb ik niet veel gezien. Ga ervoor. Ik wil hem hebben voor de rating. Modric, heel handig. Pjanic had een link met Ronaldo. Ja, maar deze niet. Pjanic. Oh ja, fuck it. Ik heb nu Messi en Hazard. Dat is ook prima. Dat is ook goed. Nu Messi. Messi, Mark. Ja, dit wordt een inkoppetje. Deze ga ik gewoon doen voor de chemistry. Ik moet nu gewoon even de chemistry inkoppen. Want dan heb ik sowieso... ja, dit is een goeie. Oblak, dit is heel veel geluk. Alexandro, weet ik veel wat ik ermee kan. Hoeveel zit ik? Alisson, je zit op 26 seconden. Ik heb nog best wel veel over. Courtois, goed. Koulibaly had ik moeten nemen, weet ik veel. Nani, slecht. Had ik niet moeten nemen. Neymar ook nog. Bill. Oh, dit is niet de hoogste. Ik kies veel te snel. Games, kan mij het schelen. Hoeveel heb ik nog? 10 seconden. Oké, ik kan hem wel wat doen. Salah, fuck it. Jezus. Ik hou de chemistry denk ik wel. Deze misschien voor de chemistry, ik weet niet, voor Neymar. Deze 3, guy. 2, en de zilver had je voor het laatst. En dan gaat hij toch af. Maar dit is een hele goede dit moet een overwinning zijn, hoor. Dit moet toch sowieso... Het enige is dat jij een aantal plekken mist qua teamgeest. Oh. Toch? Oh, nou, no. Niet. Ik heb nu 185 al. Zal ik even gewoon een manager toevoegen? Dan ben ik al benieuwd wat ik doe. Dan hoef je niet eens verder te toveren. Oh, nu is hij gelijk. Nu is hij gelijk. Oh, nu niet meer. Nu is hij hoger. Ja. Got him. Ik ga niet eens meer verder doen. Het is goed zo. Oké. Uno. Oké. Dames en heren, we maken ons op voor ronde 3. Professional. Ik sta klaar. Als jij een opstelling hebt gekozen. Ik ga de 4-5-1 makkelijk te linken. 3, 2, 1, klik. Oké, 1 minuut door. Is ingegaan. Modric, Hazard. Ik ga niks zeggen. Bam. De Bruyne, linked. Premier League, Aubameyang. Nee, niet Zaha. Nee. A.M. Podolski. Die spelen er allemaal niet meer. Dat is allemaal gedegradeerd. Klote zooi. Wat doe ik nou? Centerback. Waarom centerback?
Bailey. Ah, dit wordt kut. Dit wordt kut. Pogba. Oké, dat is nog wel goed. Die link met Bailey. Dan hebben we hier Umtiti. Ja, dat gaat voor je. Ineens op je bank heb je alles. En dan hier Ter Stegen. Die heeft een linkie. En dan hoppakee. En dan doen we hier... ja, wie? Ja, Marcos. Geen idee. Waarom? Maar die linkt het niet meer met Azabu. Dus bij Real. Aspi, rechtsmidden. Calagon heeft ook een linkie. En nu moeten we vaart gaan maken. We hebben hier Courtois. Nog 20 seconden. We hebben hier Trippier, die heeft ook een ding. Dan, die boeit niet. Dan ga ik inderdaad net zoals jij hier doen. Slim hoor. Dan heb ik hier Bill. En dan Raul Albiol, die heeft ook een linkie. Klein. Ah, Silver. Oh, wat top. Di Maria. Waarom koos ik niet Antunes? Oh, die is goed. Muniain. Waarom ook niet? En klaar! Die keuze. Dit is een slechte. Maar ik krijg nog goeie. Oh. Ja, je hebt fucking goeie. Perfecte. Dit is zoveel. Jij bent echt een pisflink. Die past echt perfect. Dan maak je hele... Want rechts heb je nog een Premier League spel. Ja. Bernardo Silva. Ja. Dit heb je gewoon 100. Dan heb je gewoon 186. 187 denk ik, ga je zelfs halen. Nee. Jawel. Jawel, je gaat 187 nee, wel halen. Nee, ik ga 187 halen. Jawel, geloof mij nou maar. Nee. Zet nou maar even die Bernardo Silva erin. Naar de Silva? Ja, voor Calisson. Oeh! Dit is precies wat ik je al voorspelde. En dan nog even die 85 voor die 83 en dan ga je 187. Hoor nee. Gelukkig niet. Ah, klote. Kan je hier lopen? Ja, Albiol. Valt er te toveren. Woe! Die is ook een linkje met alles. Doe ze andersom. Fernandinho en Pogba andersom. Oh. Oh. Joh, je hebt echt zoveel geluk met die laatste trainer. Met die Alba. Wie had ik? Alba en? En Fernandinho. En Fernandinho. Ja. Hij is binnen. Jawel joh, je hebt wel eentje. Nu heb je wel de pech die je verdient, toch? Wat is dit nou? Je komt er nog wel uit, toch? Of niet? Je komt er echt wat wel... is dit nou? Je komt er wel uit. Engels, heb ik Engelse. Trippier. Ja, Trippier kun je doen. Ja, maar nee, die... Link niet met Silva. Wat als ik het nou zie? Zal ik het dan vertellen? Probeer nog eens bij je om te ruilen voor Raul Albiol. Kijk of hij dan nog weer terug gaat naar 86. Huh? Ja, zie je? Dat doet hij soms dan een glitchy. Omdat, nee, maar Fernandinho krijgt dan 9. Ja, klopt. Maar net ging hij dan 86 toen je bij iedereen had. Dan weet je het rare. Maar nu heb je hem. 187. Yes. Ja, binnenhengelen zou ik zeggen. Ja, toch? 3, 2, 1... Messi, goed. Oké, ik ga voor Benzema. Ik moet even voor de chemistry gaan, dat is het belangrijkste. Dybala, jammer dat ik niet Ronaldo en Dybala samen had. Ik ga voor Parejo, ik kan me niet die schelen. Die is ook goed. Goed, happy Zuma. Vidal speelde in de La Liga. Oh, nou, fuck it. Weet je. LaGuardia. Dit is helemaal kut. Ik ben nu de weg kwijt. Fabian, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Wat een kut spelers. Oeh. Ah, wat doe ik nou? Ik ben nu helemaal kwijt. Goed, oh, die krijgt dus nog een keer. Ik. Boateng is nog maar 84 gereden, dat is vrij sneu. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik moet zo die chemistry halen. Ja. Granero. Je moet nu toch wel proberen wat ratings binnen te gaan halen. Wat chemistry toch ook? Ja, chemistry heb je denk ik al wel. Nee joh. Je hebt nog 10 seconden. Ik ga gewoon vol voor die ratings. Je had ook Neymar kunnen kiezen. Modric zie ik daar staan. Die is heel goed. 4 seconden. Had ik Neymar, die zie ik niet eens. Ik ben gewoon veel te snel. Hazard helemaal rechts. Ja, die is perfect. Ja, Hazard heeft wel een beetje... Oh, kut. Ik heb de manager al gedaan. Ik denk dat de La Liga me sowieso wel wordt, toch? Ja. Ik denk dat jij ook 187 hebt, man. Of 186. Maar ik heb die 100 wel. Het is dat je een paar kleine fouten... Ja, ik heb een vrij grote fouten gemaakt. Een hele grote, dikke, vette hutsfouten. Maar kijk, je kan Kurt Zuma bijvoorbeeld... of Aspi. Oh, dat ook nog. Ik denk als jij... Ik zit al op 186. Ja, maar als jij Parejo en Modric omdraait... Ja. En dan Azpilicueta op linksachter... Dan heb je meer teamgeest, denk ik. Want dan krijg je Kurt Zuma ook vol. Yes. Of nee, niet vol. Ik heb wel goede rating op de bank, dat wel. Maar nog niet in het team. Je hebt nu al 187. Oh, nu heb je hem al. Nee, dit kan niet hoger. Het kan niet hoger, nee. Wat gaan we dan doen? Allebei 1 minuut? Ja. Oké. Okay. There's no other choice. Dan komt dat nu in de video. Ja, dit is echt een vet, vet gaaf spel, man. Verdraft. Je hebt hem al open gedaan. Oh, het is lekker schoon. Het is lekker schoon, wel ja. Ga jij met shirt? Ja. Ik wil mijn buik niet flexen, maar ik ben echt afgetraind. Dus ik wil de kijkers niet onzeker maken. Ja, hij doet dat gewoon. Maar ik ben zo niet, weet je wel. Ondanks dat ik er echt keihard voor getraind heb. Wat een fantastische video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Wij wel. Was maar echt leuk om hem te editen. Ik ga nu pas genieten, denk ik. Ja. Leuk om te editen. Ja. Krabbe! Welke voel je dat?
Holy shit! Oh! Gaas! Oh. Oké, tijd loopt! Het is echt koud. Het is ook koud. Fucking koud, gast. Ha, nee, ja, we lussen jongen. Er gewoon net 2 minuten in later. Ja, dat is goed, hè. Zijn niet door. Nee, nee. Ah, nee! Dit is Burberry! 30 seconden nu. Ja. Ja. Hey, dat doen we nog een keer. Ja.